Ja, dit is netjes. Deze. Het detail. Nou ja, waar een stuiknaad is tussen twee planken. Een stuiknaad. Dus dit heet een stuiknaad? Ja, dat heet een stuiknaad. En die is onder 30 graden gezaagd. Dat het regenwater. Dat het regenwater, als het al naar binnen waait, zeg maar, dat het ook altijd weer naar buiten eruit druipt. En daarachter, om dat dus extra stevig te maken, omdat die plankjes zeg maar hier en hier zeg maar, aan een regel achter vastzitten, hebben ze netjes een achterplankje gemaakt hier. Zodat deze ook in één vlak blijven altijd. En daarom zie je die extra... Daarom zie je deze twee extra nagels. Ja. Nagels moet ik zeggen. Nagels. Spijkers. Nee, zijn geen spijkers. Nee. Nagels. Sommigen gaan er net iets te ver in eigenlijk. Hier zijn ze namelijk begonnen. Ja, zo gaat het hoor. Een proefstukje. Ja. Dus op een gegeven moment dan hebben ze door zeg maar, wat de instelling moet zijn en dan wordt het steeds constanter. Je moet wel van hout houden. Ja, je moet wel van hout houden, ja. Hier zit de derde kleur al tegenaan, hè? Dit ja, dit is de derde kleur, ja. Ja. Die komt ook overal. Die komt ook overal voor. In alle huizen? Ja, in alle huizen. Mensen? En het is dezelfde kleur als de kozijn. Je ziet wel het verschil in hout. Dat is dan wel weer leuk, hè? Ja, want het een is een andere houtsoort dan het ander. Ja, en het is ook anders. Dus de lak is ook anders. Hè? Het is natuurlijk meer olie. Ja. Dus het gaat ook anders verkleuren. Dus nu lijkt nu is het nog heel erg hetzelfde. Straks zal het gaan veranderen nog. We gaan nog even achterlangs in de woning. Ja. Ja. Hij staat in het verslag hoor. Is dit nou de laatste keer dat er beton gestort wordt? Boven, ja. Ja, het dak wordt nu gestort. Dus het is op hoogte. Het dak van Gert en van Frank? Ja, van Frank, ja. En als dat gebeurd is, dan zien we geen betonmolens meer? Nee, niet. Nee. Ik verwacht niet. Misschien of het dakje van de liften wordt prefab. Nee, ik denk dat je geen betonmolens meer ziet. Nee, ik denk dat het klaar is. Ja, dan kunnen ze lekker door.